Ik deed laatst een hilarisch spelletje en het heet 'het kortste voorstel rondje ooit'. En ik deed het pas in de middag. Huh? Het is ook geen kennismakingspelletje. Het is meer een energizer. Hmm, ik hou eigenlijk niet van energizers, maar je kunt er ook echt iets uithalen als team. Dus ik zou het meer een teambuilder noemen. Nou, dus we staan in een cirkel. Ik sta hier en ik zeg, we gaan een spelletje doen. Het heet het kortste voorstelrondje ooit. En ik laat duidelijk mijn stopwoord zien. Ik kijk naar links. Ik zeg Hugo. En dan zie je natuurlijk dat mensen, zonder dat ze uitleg nodig hebben, hun naam gaan zeggen. En dat als het rondje voorbij is, dat ik duidelijk dit doe. En dat ik duidelijk... 10 seconden 31. Of soms laat ik iemand die naast me staat lezen hoeveel er op de stopwoord staat. En meestal zegt er wel iemand van: Dat kan sneller. Nou, en zo gebeurt dat dan ook. Oké, okay, laten we het nog een keer doen. Hugo. Rondje langs. Woehoe, weet je wel, 5 seconden nog wat. Afhankelijk van het aantal mensen, natuurlijk. En afhankelijk van hoeveel focus ze hebben. En dan zul je zien: ja, jij hoeft het verder niet te sturen. Het gebeurt wel. Kijk wat er in het team gebeurt. Of ze inderdaad nog sneller en nog sneller willen. Of ze afspraken met elkaar maken. Of ze zich houden aan de afspraken. En dan wordt het natuurlijk interessant, want daar kun je mee gaan spelen. En dan het volgende. Op een gegeven moment zeg ik: Oké, okay, dit was team A. Eigenlijk. Dus die kant op is team A. Laten we eens kijken hoe team B het doet. Hm? Team B. Die kant op is team B. Hugo. En dan gaat hij zo rond. Meestal is het, zeker in het begin, eventjes wat minder. Het is even anders, het is even verwarrend. En dan gaan we dus zien wie er dus sneller is geweest. Dan, volgende ronde of volgende level, of hoe je het ook maar wil noemen. We gaan het zo doen: team A gaat tegen team B. Huh? Oké, okay, klaar voor de start af. Team A gaat natuurlijk die kant op, maar tegelijkertijd gaat team B die kant op. Dus ik zeg altijd maar. Als ik, in mijn, als ik hier sta, als ik in mijn linkeroor als eerste een naam hoor, wie heeft het dan gewonnen? Ja, team B. Als ik in mijn rechteroor het eerste naam hoor, wie heeft het dan gewonnen? Team A. Nou, en dan zul je gewoon zien dat dat echt hilarisch is. Dus uh, veel plezier met dit voorstelrondje. Als je het ooit allemaal een keer zelf wil komen ervaren, kom dan een keer naar Werk voor mijn een Werkvoom.nl/slash agenda. Abonneer je op dit kanaal. En uh, Kom uh, regelmatig terug voor inspiratie op de website. Doei!